In aflevering 3 van Detective Pikachu Returns komen we een hele boze Durmanitan tegen. Moeten we onze weg door de ruïnes baden om professor Gordon te zoeken? En wordt Mewtwo aangevallen door een zwerm Beedrills? Doe snel de duimpjes omhoog en vergeet niet te abonneren. Het schijnt dus dat Rachel Myers, de vriendin van Tim... Ik bedoel gewoon een vriendin, hè? Ze heeft een probleem. Dinner's ready, everyone. Daar gaan we het misschien eens even over hebben als we gaan eten. Oh, nee, Rachel die gaat er vandoor. Die eet niet mee. Stay and eat with us. Mama zegt ook, waarom eet je niet gewoon mee? Zusje zegt ook, ja, dat is een leuk idee. Ja, leuk, 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 ja, leuk. Ga je mee eten? Ja, oké, ze gaat wel mee eten. Oké, zusje is blij. Nou, wat staat er op tafel? Bordje spaghetti met tomatoes en een bapao broodje. Lekker. Mac and cheese for us. Mac and cheese, ja, oké. Okay. Met tomaat. Detective Pikachu, ben je enthousiast? Vind je het lekker? Vind je het nom? Is het, ja, is het... This is incredible. Het is heel nom. Nom approved. lekker, hè? Oh, wat? Niet stikken. Wat gebeurt er met je Pikachu? Oh, hij valt met zijn bord, met zijn hoofd in het bord of zo. Oh nee! Oh no! Pikachu falls in de diepte! Oh, hij praat opeens tegen Irene. Wil even... Oh, dat is mijn vader! Denk ik. I want a divorce. What? Oh, what? Mijn vader wil scheiden? Are you joking? Van moeder? En moeder die weet niet wat er aan de hand is en waarom? Where is this coming from? Die snapt niet waar dit vandaan komt. Nee, ik ook niet. Ik denk dat de papa een geheime agenda Harry, heeft waar niemand wat van weet. Harry! Waar ga je? Doe het normaal! Oh, Harry moet ook een beetje huilen. En die heeft spijt. Oké, okay, Pikachu heeft gewoon een flashback nu. Van vroeger. Zo, hij is weer terug in het land der levenden. Zit je hoofd onder de macaroni spaghetti spul of... You had me worried suddenly fainting like that. Oké, hij is gewoon chill, zo te zien. Fainted? Hij kan het niet geloven dat hij is flauwgevallen. Ja, dat is echt gebeurd, jongen. Nou, dan vraag ik maar aan Rachel of ze iets van juwelen weet. Want in de vorige aflevering was natuurlijk een juweel gestolen. Ze kent wel een professor die er meer over weet. Nou, dan moeten we even met hem praten, hè, Pinkachoontje. Of niet? Feeling better? Gaat het goed met je? I guess. Ja, het gaat goed met Pikachu. Oh, wat? Huh? Wat? Pikachu hoort stemmen in zijn hoofd! What is that? Oh. Tim hoort ook een stem in zijn... Oh my gosh, daar is Mewtwo! Die komt gewoon even chill hier. Wow, dit is wel cool. Toen ik in mijn grot was een paar dagen geleden... was ik aangevallen bij verschillende Pokémon, zegt Mewtwo. Ja, dat hebben we op het nieuws gezien. Ik was veel sterker, maar ze voelden helemaal niks. Is het weer dat R-virus? Mewtwo zegt nee. Iets controleerde die Pokémon. Ze hadden geen zelfstandige wil. En wat betreft Harry, onze vader... Ja, vertel het ons. Wij zijn op zoek naar het verhaal van Harry. Oh my gosh, daar zijn Beedrills. Ja, ze hebben dat ding op hun rug. Net als die Cramorant in de vorige aflevering. Ja, maar Mewtwo wordt nu aangevallen door Beedrills. Maar ik denk niet dat dat een heel groot probleem is voor Mewtwo. The one we saw in Cramorant. Zie je? Tim ziet het ook. Zitten van die lichtjes op mijn rug. Ja, dat heeft zeker wel met elkaar te maken. We hebben de Aurora drop, die moeten we nu gaan vinden. Want die is natuurlijk volgens mij weer meegenomen. Door die Cramorant, als ik het goed herinner. Oh, wie is dit? Wat is dat voor boze man? De Cramorant die de Aurora drop heeft gestolen. De zwermbeedrills die Mewtwo aanvalt. Ze hadden allemaal dat ding op hun rug. Mewtwo die zei mijn vader zijn naam. We moeten de Aurora drop gaan onderzoeken. En dan kan ik misschien mijn vader vinden, zegt Tim. En dit is de volgende dag. We moeten naar het Hi-Hat Café, want daar wacht een professor op ons. Daar is Rachel, die een ruzie aan het maken is met de vader, de burgemeester. Ze zegt mensen die zorgen voor de criminaliteit, niet Pokémon. Maar burgemeester is het er niet mee eens. Die zei, nee, je gaat me niet overtuigen. Ja.
classic ruzie met je ouders, denk ik. Jij luistert niet! Rachel vindt gewoon dat Pokémon vrij moeten leven en niet dat ze gemanaged moeten worden door mensen. Ook bij dat R-incident waren de mensen gewoon schuldig. Oké, maar nu over het juweel. We moeten professor Gordon hebben. Hij doet onderzoek naar de connectie tussen mineralen en oude beschavingen. De Fabled Aurora is de volgende quest. En daarvoor moeten we naar de zuidelijke ruïnes. En ik zag daar een Rowletje Chimchar. Oh, wat leuk. Ja, dit is leuk. Maar het sneeuwt hier nogal. Just what's going on here? En Pikachu zegt ook, waarom is het hier zo koud, jongen? It is just here in this specific area. Rachel die vindt het ook maar raar. Het is alleen maar in dit gebied. Waarom? Kijk, die Passamians volgens mij erachter, die hebben het ook koud. Deze meneer verzamelt fossielen samen met zijn partner Zigzagoontje. Oh, die kan stenen breken. Maar die heeft het ook koud, zo te zien. Hij vraagt, ken je een Pokémon die deze stenen kapot kan maken? Nou, ik zal erover nadenken. Maar goed, we moeten hier naar boven, naar de ruïnes. Ja, zou dit Gordon zijn? Ik had echt zo'n oude man verwacht als professor, maar... Oh nee, dit is Chris Honor. Dit is de assistent van Gordon. En misschien is Gordon toch een oude man. Met zijn vriendelijke Munchlaxie. En Chris vertelt dat de professor 2 dagen geleden de ruïnes in is gegaan. Maar hij is nog niet teruggekomen. Ik wil best wel naar binnen gaan, zegt hij. Maar hij krijgt de deur niet open. Oké, we moeten onderzoek gaan doen hoe we deze deur open gaan krijgen. Ik zie dat het misschien wel met Clefairy's te maken heeft. Ja, er wordt een Clefairy'tje omhoog gehouden. Daar maken we even aantekening van. Oké, en hier beneden, dat is een soort van ding waar je iets op moet zetten of waar je op moet staan of zo. Oh, hier op de boom staan ook nog allemaal dingen. Oh, het zijn voetstappen. Misschien is er iemand in die boom geklommen. Oké, Chris, je moet ons even meer vertellen, jongen. Nou, Tim heeft mij niet echt heel erg geholpen, heel eerlijk. Misschien kan Munchlax helpen. Misschien weet hij wel wat. Munchlax zegt dat de professor wat aan het eten was toen hij de ruïnes aan het onderzoeken was. Hij deed super raar. Er kwam een Pokémon en die begon te lachen. Nou, welke Pokémon was dat dan? Dat weet hij niet, omdat hij de Pokémon nog nooit eerder heeft gezien. Oké, lekker dan. Maar hij is verdwenen aan de linkerkant van het pad. Oké, daar moeten we naartoe. Hier, oh, was hij... Ben jij dat? Heb jij staan lachen, Swadloon? Nee, jij was dat niet. Nee, dat was een andere Pokémon. Nou, die Pokémon moet hier ergens zijn. Ligt hier wat onder? Was dat een onderste... Oh, kijk, daar is die. Ja. Het is Passamian. Oh, hij is boos op ons omdat we hem wakker hebben gemaakt van zijn slaap. Hij vindt het niet leuk dat hier zoveel mensen zijn de laatste tijd. Passamian zegt dat Gordon daar stond en zo een Slowpoke in de lucht hield. Als in The Lion King. Maar de Slowpoke die was te zwaar. Dus Gordon die klom zelf in de boom. Oké, we moeten even terug, we moeten even kijken in die boom. Pikachu gaat weer klimmen. Nou, we weten hoe het de vorige keer afliep toen hij ging klimmen. Hij staat nu op de rand waar de sneeuw op lag. Maar ik denk dat daar misschien wel iets ligt wat Gordon heeft achtergelaten. Pikachu is nogal moe. Ja, zie je wat? Zie je daar wat liggen? Oh! Kijk, ik denk dat we dus allebei tegelijk op die knop moeten staan. Gordon heeft natuurlijk zijn sloop ook hier op deze knop gezet en is toen zelf op die knop daarboven gaan staan. Kijk. Pikachu, ga naar boven, jongen. Let's go, Pikachu! Lekker nog een keer klimmen. Ja, ga maar op de knop. Ja, doe maar. Dan ga ik op deze knop hier beneden staan. Ja, dit kunnen wij. 1, 2, 3. Ja, hop, ze flat, zie je. Ja? Oké, nu jij. Oh. Ben je zwaar genoeg? Ben je... Ja, je bent net zwaar genoeg. Nou. Yes! Hoppakee. Kijk. Ja. We gaan de professor zoeken hier in de ruïnes. Gordon, waar ben je? Wat is dat voor beeld daar achterin? Is dat een Pokémon? Oh, dat zijn ook Passamians volgens mij. Allemaal gekke lichten hier zo in de gang. Dan moeten we gaan kijken welke kant de professor is gegaan. Ja, ik heb geen idee. Loop maar gewoon even naar links. Gaan we even kijken. Hey! Hier is die Slowpoke. Wait, what? Ja, inderdaad. Wait, what? Dat dacht ik ook. Wat ben je bevroren daar? Hij lijkt wel vast te zitten of zo. En hij dacht dat Mr. Go terug was, Mr. Gordon. Maar hij is nu teleurgesteld dat wij het zijn. Nou, lekker. Kunnen we hem eruit halen? Heb ik een Charmander bij hem of zo? Dan kan ik het een beetje unfreezen. Kijk. Don't worry, we'll pull you free. Let's go. Ja, ik denk niet dat dit lukt hoor. Ik denk niet dat we hem er zo uit kunnen trekken. Ik denk dat hij te vast zit. Het gaat toch niet lukken? Nee, joh. Sorry. Oh, wel? Gaat het wel lukken? Oh, het gaat wel lukken. Oh my gosh. Boven op mijn hoofd. Ja, de Slowpoke vindt het wel best zo. Dat is inderdaad een flinke Slowpoke. Ik snap dat je die niet op kan tillen. Oh. Wat? Zijn staart zit nog steeds... Is zijn staart afgebroken? Holy... Huh? Oh, zijn staart is alweer aangegroeid.
Nou, top. Your tail really grows back fast. Ik wist ook niet dat het zo snel ging, Pikachu. Helemaal nice. I can keep this? Don't mind if I do. Oh, helemaal, wat? We mogen zijn staart houden. We moeten maar met een Slowpoke staart. Slowpoke zijn kracht is om water te sproeien, zegt hij. Oké, dan moeten we even opslaan. Slowpoke heeft hier 2 dagen geslapen, zegt hij. Daarvoor is hij de professor kwijtgeraakt. Maar er zijn hier wel allemaal vreemde platen op de muren. Die moeten we even onderzoeken. Ik zie hier ook ijs. Nou, laten we even kijken. Daar staat een Passimian met een stukje fruit. En aan de andere kant staat ook een Passimian. En die heeft een blauw stukje fruit. In het midden is een of ander gigantische ijsding. We moeten even goed naar alle muren gaan kijken. Dus, deze heeft een berry. Het is een gele berry. Ja, oké, gele. Ik weet niet precies uit mijn hoofd wat voor berry dit is. Deze Passimian is aan het lachen. Oké, dan moeten we even kijken naar die Passimian aan de andere kant. Ja, en die heeft dus een blauwe berry. En deze is niet... Die kijkt niet zo heel blij. Alsof het een zure berry is. Zo... Nou, dan moeten we even kijken wat hier aan de gang is. Oh, daar zit ook nog een mural in het midden. Maar dan moeten we eerst even de boel ontdooien hier, denk ik. Misschien weet deze Pokémon even wat we moeten doen. Minyur, een gevallen ster. Minyur zegt dat hij naar huis wil. Hij leeft in de ozonlaag, dus ik denk dat dat een beetje een moeilijk verhaal wordt eigenlijk. Oh, we moeten zijn huid, zijn shell, zijn schild moeten we breken. En dan kan hij weer terug. Oké, dan moeten we eerst een Pokémon vinden die dat kan. Ja, dat is denk ik niet Slowpoke. Oké, ik heb een vuur-Pokémon nodig om ijs te smelten. Ik heb een Chimchar gezien buiten. Misschien kan die helpen. En een hele sterke Pokémon. Ja, misschien dan toch Ursaring. We gaan nu naar de rechterkant. Kijken of daar ook een kamer is. Oh, kijk, die is ook dicht. Wow! Dit is geen steen, jongen. Dit is een Pokémon. Hierachter is ook iets. Oh, daar beweegt ook iets. Zou de professor daar zitten? Kan jij het zien, Pikachu? Oh, hij zegt dat het een of andere vreemde schaduw is. Daar moeten we later even naartoe. Is dat een ghost Pokémon? Is het een Gastly of zo? Ik zie het ook, ja. Misschien wel een Chandler. Die zou handig zijn voor hier. Oké, we gaan naar de middelste kamer. Kijk, hier ligt wat op de grond. Dat is een zakdoek. Ah, de zakdoek van professor Gordon. Oh no. We zien hier van die beelden ook over Passimian. Oh, kijk, ik denk dat we deze berries moeten geven. Ze hebben hun handen zo omhoog. Alsof ze iets willen hebben. Zijn er 3 trouwens ook. Deze wil graag een zure berry waarschijnlijk. Hier heeft iemand rondgelopen. Ze willen allemaal een andere soort berry. Ik zag daar trouwens achter. Ik zag daar net een Pokémon lopen. Ja, kijk daar. Bronzor. Kan ik bij hem komen? Ah, ik kan niet bij hem komen. Dat is jammer. Hier staat weer een zwadloentje. Ja, we moeten dus echt zorgen dat iedereen het een beetje warm krijgt. Hé, hey, kijk, hier staan ook footprints voor de deur. Ja, de professor is duidelijk hier ook naar binnen gegaan. Maar er is iets geks aan deze footprints. De voorkant van de laatste voetafdruk, die wordt afgesmeden door de muur. Ja, dat is, daarom hij is hier naar binnen gegaan. Lijkt me duidelijk. Oké, misschien kunnen we dit mysterie even oplossen. Ja, Gordon, die is doorgegaan. Die is door de volgende deur heen gegaan. We hebben inmiddels alle hints ook gevonden. Hoe moeten we voorbij de AG/muur? Nou, we moeten natuurlijk die beelden, moeten we die berries gaan geven. Dus we moeten nu berries gaan zoeken en een Pokémon die ons kan helpen om allerlei dingen te ontvriezen. Ontdooien. Oké, kijk, hier is een rode berry. Deze zijn bitter. Ik denk niet dat we deze nodig hebben. We hebben spicy, zoete en zure nodig. Hé, hey, Chimchar. Ik bedoel, het is geen Chimchar. Dit is een Monferno natuurlijk. Kan jij ons helpen? Ja, je hebt het koud, hè? Monferno weg, omdat het hier zo koud is. Een paar dagen geleden is het pas begonnen met sneeuw, hè? Dat is eigenlijk helemaal niet normaal hier. Deze berries, die zijn zoet. Oké, die heb ik nodig. Of nou ja, ik heb volgens mij gele berries nodig. Maar goed, hij kan heel goed vuur spuwen. Dus ik heb hem nodig, hè? Monferno, kom jij gezellig met ons mee? Nou, eerst maar eens op zoek naar de andere berries. Kijk, deze hebben we nodig. Of ja, geel en zuur. Nou, misschien ook niet. Hier is een blauwe berry. Ja, deze hebben we sowieso nodig. De yucky berries. Die zijn heel zuur. Hallo, Cleffa. Oh. Hey, zie je nou je tong uitsteken? Hey, hier is ook nog een Cleffa. Die is verstoppertje aan het spelen en hij wil dat we de andere Cleffa zoeken. Cleffa, ga eens even terug naar je mattie. Oh, kijk, hier zijn ook nog andere. Kobba berries. Nee, die heb ik denk ik ook niet nodig. Hey, hier is nog een Cleffa. Kijk, dit zijn die zoete gele berries. Deze hebben we ook nodig. Oh, Passimians kunnen blijkbaar heel goed berries gooien. Daarom willen ze die berries in hun handen hebben bij die statues. Scucha berries. Oké, die hebben we ook nodig. Blijkbaar moeten we aan Chris ook nog vragen of hij wat weet over de berries hier. Er zijn geen tomato berries meer. En die zijn blijkbaar belangrijk. Nou ja, dat zijn die hele spicy rode berries. Die hebben we nodig voor het beeld in het midden. Die hingen dus hier aan deze boom. Maar er moet iemand zijn die die heeft opgeraapt. Maar goed, we hebben alles nodig om onze puzzels op te lossen. Kijk, Monferno die kan ons natuurlijk helpen met het ijs weghalen. Yes. En dan is er een zoete gele berry nodig voor het bordje aan, of voor de statue, het beeld aan de linkerkant. En dat is deze.
Dat is de Shuka Berry. Hier, leert hij nog wat over berries ook? Oh, ik ben die rechte berry even vergeten. Maar in ieder geval, Monferno die komt ons lekker helpen met het smelten van het ijs. Althans, dat hoop ik. Wil je ons alsjeblieft helpen, Monferno? Ja, kijk, hij gaat ons helpen. Great. We're counting on you. Lekker, lekker, lekker. Let's go. Kijk, daar gaat hij, daar gaat hij, daar gaat hij. Dit is wel cool, man. Dit is wel vet. Dit is heel vet. En ja, zie je, hij heeft inderdaad zo'n rode spicy berry in zijn handen. Thanks, Monferno. Kan je ons nog verder helpen? Want ik had hier nog een ander ijsblok. Nee, oké. Dus deze Pessimian, die heeft een rode berry en die brandt zijn bakkes. Oh, had iets krachtigs, iets spicy gegeten en daardoor kon hij opeens vuur spuwen. Wat? Een vuur spuwende Pessimian? What? Ja, dus in het midden moet die tomato berry. Beetje jammer dat die er helemaal niet meer zijn. Ja, en die andere die heeft dus deze yucky berry nodig. Okay, we moeten naar Chris, want die is wat aan het koken. Misschien kunnen we wel gewoon wat van zijn pudding of zo erin leggen. Misschien is het beeld daar ook tevreden mee. Heb je echt niet nog één zo'n berry over? Kijk, oké, ja, hij heeft curry. Een appel en snacks. Ja, ik denk dat we curry nodig hebben, toch? Oh, we hebben ook 5 alarmchips. Die is echt super, super, super spicy. Maar die heeft alleen niet de goede kleur. Dus oké, dan moeten we gewoon jouw goedje hebben. Jouw lekkere curry, vriend. Oh, ik vind curry echt lekker trouwens. Groene curry is echt de beste. Deze tomato curry heb ik nog nooit op. Oké, top. We kunnen nu dus de volgende deur openmaken. Oh, kijk, die ogen die ligt ook op. De middelste beeld heeft echt rode ogen en rechts blauwe en links gele ogen. Dat is best wel cool eigenlijk. Ik hoop dat dit gaat werken. Ja, ik heb dus geen tomato berrytje. Zo te zien gaat het goed. Het middelste beeld werkt. Ja, het linker beeld ook en de rechter. Ja, kijk, oké. Nou, ga maar open dan met je deur. En dan hopen we dat we daar de professor Gordon kunnen vinden. Oké, het pad gaat volgens mij naar beneden. Oké. Oh, Slowpoke die begint te huilen. Die wil ook met ons mee, denk ik. Ja, kom maar. Je mag wel. Kom maar gewoon mee. Dat is de partner Pokémon van Gordon natuurlijk. Oh, hij is een beetje bezorgd, denkt Rachel. Ja, kom maar mee, joh. Kom maar. Let's go. Oké, en toen? Waar moeten we nou weer naartoe, jongens? Oh, ik zie rechts zie ik wel een hoed liggen. Kijk, we kunnen helaas alleen niet naar de overkant, maar... Oh, ja, de professor is hier wel overheen gelopen en aan de overkant ligt dus ook zijn hoedje. Dus we moeten hier overheen op een of andere manier. Nou zou je natuurlijk kunnen denken dat je gewoon via de zijkant zo een beetje daar naartoe kan lopen. Maar ja, dat gaat waarschijnlijk niet in dit spel. Slowpoke heeft een briljant plan, zegt hij. Oké, ga je water erin gooien en dan kunnen we er overheen zwemmen. Ja! Lekker, man. Lekker. Ja, nu kunnen we gewoon een beetje zwemmen. Dit is top. Ik weet alleen niet of Pikachu houdt van water. Oh, Slowpoke die gaat alvast. Ja hoor. Die denkt van, nou, ik ga alvast naar Gordon toe. Ja, we moeten ook gewoon op die manier doen hoor, denk ik. Oh, het water is te koud voor ons. Dus we moeten op zoek naar een Pokémon die ons kan helpen. Ik denk dat Lotad ons wel kan helpen. Ik heb Lotads gezien. Misschien kunnen we daar op zitten of staan. Kijk, hier staan 3 Lotads bij het water. Kunnen jullie me helpen? Jawel, toch? Ja, jullie kunnen me vast wel hebben. Lotad. Lotads kunnen heel goed zingen en zwemmen, zeggen ze. Zie je, deze kunnen me helpen. Soms geven ze inderdaad gewoon andere Pokémon een lift. Nou, dan kan je mij helpen. Kijk, daar zijn ze. Ze zijn met ons meegekomen. Ze zijn super chill. Kijk hoe rustig ze lopen ook. Het is echt hilarisch. Eén brede neus. Ja, maar het zijn wel leuke Pokémon dit. Eerlijk. Daar gaan ze. Hoppa! Nu hebben we gewoon een Lotad-brug. Ja, dit is top. Dit is helemaal top. Ik hoop dat jullie mijn gewicht kunnen houden. Dat jullie niet naar de bodem zinken. Oh ja, ja, dit gaat wel goed. Thanks! Oké, let's go. De professor moet hier ergens zijn. Gordon. Oh, oké, ja. Hier is van alles en nog wat ingestort, potverdorie. We moeten een andere ingang zien te vinden. Oh, hierachter, ja. Maar hier is ook een Pokémon. Oké, hier moeten we voor oppassen. De Manitan in zijn Galarian vormen. Die ziet er boos uit. Hij deed in ieder geval boos. Maar die kan natuurlijk wel die stenen allemaal breken en zo. Dat is op zich wel handig. Maar hij mag ons niet zien. Ik zie, ja, hij wordt helemaal gek, joh. Ik denk dat hij de reden is dat het hier zo koud is. Oké, we moeten nu dus naar de andere kant zien te lopen zonder dat Dermanitan ons ziet. Ja, dat kan via de Nee, dat moet sowieso via de bovenkant, ja. Ja, oké. Oké, Dermanitan staat nu deze kant op te kijken. Kan je alsjeblieft even de andere kant op kijken? Andere kant op lopen? Oké, ik ga hier schuilen. Waar ga jij naartoe? Oké, rustig maar. Ja, je staat wel een beetje in de weg. Zo ken ik er niet langs, hè, vriend? Ja, kom maar deze kant op anders. Dan kan ik gelijk... Oh, nee, oké, je gaat die kant op. Waar ga je nu staan? Oh, je gaat wel daar staan. Oké.
Je gaat je zeker nog omdraaien, hè? Ja, dat dacht ik al, vriend. Jij loopt helemaal daar naartoe? Ik ga hier schuilen. Oh, misschien kan ik er... Nee, ik kan er denk ik nog niet langs. Ik hoop heel erg dat jij nu naar beneden gaat. Ja, top. Lopen maar. Lopen. Hopelijk. Oh, hij gaat de andere kant op lopen. Ja, top. Dan kan ik er ook langs. Lekker. Oké, we zijn er langs. Professor, waar bent jij? Oh, hier is ook weer alles bevroren. Ik kan je zeggen, ja, ik had het opeens heel koud. Het was opeens een heel koud windje of zo. Er moet hier ergens een gat zijn. Dan moeten we even naar zoeken. Oké, ik denk... Oh, kijk hier. Ja, hier in de muur. Kan jij er doorheen, Pikachu? Of is het te klein voor jou? Ja hoor. Kijk, daar gaat hij. Oké, tot straks. Pas je op. Dat je niet klem komt te zitten. Just be careful. En dat je niet tegen Darmanitans aanloopt en... Hij heeft denk ik een zetje nodig. Hij heeft net iets te veel koffie gedronken. Berries gegeten, denk ik. Oh, we gaan hem schoppen. Oef. Oké, Pikachu, sta maar op. Ga maar kijken wat hij is. Oké, kijk even om je heen, Pikachu. Is dat Gordon? Zit hij ook hier opgesloten? Ja hoor. Hij is ook hier opgesloten. Trevor Gordon. Hallo? Hey! Oh ja, hij kan natuurlijk mij niet verstaan. Want hij kan niet tegen Pokémon praten. Kijk, we kunnen het wel even uitleggen. Maar hij snapt natuurlijk helemaal niks. Hij hoort alleen maar Pika, Pika, Pika. Kijk, zie je? Oké, we moeten denk ik even kijken naar dit platform. Waarschijnlijk vertelt dit ding hoe we moeten lopen. Kijk, aan de andere kant staat Slowpoke natuurlijk te wachten, want hier is van alles ingestort. Ja, dan moet Darmanitan ons eigenlijk gewoon even helpen. Maar Darmanitan die heeft gewoon honger, dus we moeten eigenlijk eten aan Darmanitan gaan geven, zodat Darmanitan ons weer kan helpen om die puin er weg te ruimen. Ah, en we hebben natuurlijk nog de staart van Slowpoke. Die kan hij gewoon opeten natuurlijk. Geen idee of hij dat lekker vindt. Hey, Darmanitan? Kijk, hier, lekker staartje voor je. Oké, Pikachu is wel een held. Die gaat gewoon naar hem toe. Die gaat gewoon zeggen, yo, ik heb hier voor jou gewoon lekker een staartje. Blijkbaar moet ik Darmanitan gaan lokken. Oké, en dat doen we zo door op A te drukken op tijd. Lekker Pika dansje. Oh my gosh. Kom hier, Darmanitan. Over hier. Lekker kontjesdans. Pikachu doet de kontjesdans, jongens. Of de staartendans. Oké. Hoppakee. Hier, ik heb het voor je, hoor. Kom maar. Kom maar, Darmanitan. Oké, hij komt. Nu moet je gaan rennen, Pikachu. Nu moet je gaan rennen, vriend. Oh. Of niet? Oh, we geven het gewoon aan hem. Oh, we gaan gewoon vrienden maken. Oh, we doen gewoon zo. Ja, oké. Is goed. Niet Pikachu eten. Niet Pikachu eten! Oh my gosh, Darmanitan. Kom terug! Laat me Pikachu met rust! Verdorie! Ik heb gewoon een staartje voor je. Moet je niet heel die Pikachu opeten, gek? Ja, is het lekker? Gelukkig was hij nog niet aan het kouwen of aan het sabbelen op je hoofd, Pikachu. Oké, Darmanitan. Kan je ons nu helpen? Ben je nu chill? Darmanitan zegt, ja, ik ben hier niet zelf gekomen. Een paar mensen in het wit hebben mij gevangen. Die hebben mij gevangen gezet. Hij weet niet precies wie ze waren. Dus hij is weggerend en toen kwam hij hier terecht. Oh, dat zijn dezelfde mensen die experimenten deden op Pokémon. Die gekke lichtjes op hun rug plaatsen natuurlijk. Daar komt Darmanitan vandaan. En hij heeft hier heel die plek bevroren. Omdat het dan makkelijker voor hem was om te leven. En omdat er dan minder mensen zouden komen. Maar ja, nu hebben de andere Pokémon natuurlijk wel een probleem. Maar als het hier te warm wordt, kan Darmanitan hier weer niet leven. Darmanitan gaat ons helpen, maar we moeten hem ook weer helpen om zijn vrienden te vinden. Wat doet hij? Oké, ja, top. Now we're talking. Dit voelt goed voor Pikachu. Hij heeft er zin in. Let's go. Oké, Darmanitan, sloop het. Sloop alles. Hoppakee. Oh, misschien kunnen we deze miner ook kapot maken. Kijk, zie je? Superleuk. Nu kan hij terug naar zijn vriendjes. Nou, dan hebben we ook weer een Pokémon geholpen. Maar nu moeten we even dit kapot maken. Let's go, Darmanitan. Ook, dit ging inderdaad wel soepel. What up, Gordon? Slowpoke is blij om je te zien. Kijk, hij probeert al te rennen naar Gordon, maar het gaat niet zo heel hard bij Slowpoke. Ja, oké.
Ja, doe maar rustig aan. Ik zie de enthousiasme wel in je ogen. Gordon is ook opgejaagd door die Dormanaton en begon te rennen. Toen zat hij opeens in deze kamer. Ja, Dormanaton houdt gewoon niet zo van mensen. Hij deed dus onderzoek naar die meteorieten, naar die Minyers natuurlijk. En Aegislash is natuurlijk een Pokémon die de mensen beschermt. Daardoor deden ze hier rituelen vroeger hier in deze tempels. Om de band tussen Pokémon en mensen te versterken. En we laten even het juweel zien dat we natuurlijk dat we in de vorige aflevering hebben gezien. Het Aurora-juweel. Ja, hij zegt ook, dat is geen gewoon juweeltje, jongen. Dat is een... Dat is een kristal en sommige mensen denken dat kristal een Pokémon is. Dormanaton's vrienden zijn Vanillite, Mr. Mime, Burgmite en Smoochum. Dat zijn de Pokémon die we moeten gaan zoeken. En die moeten hier ergens binnen zitten. Zo, ik heb weer andere kleding aangedaan. Die missies duren oprecht vet lang. Maar we moeten dus de vriendjes gaan zoeken van Dormanaton. Kijk dat hoofd van Pikachu. Zoom even in op dat hoofd. Hij heeft het behoorlijk koud, zo te zien. Oké, waar zijn mijn matties? Lotad. Oh, de Lotads mogen terug. Nu kan ik er niet meer overheen. Dit is nog beter. Bevroren. Kunnen we er altijd overheen lopen? Wat een topper, die Dormanaton. Oké, er zal er vast en zeker hier ergens eentje zijn. Alhoewel, misschien is dit waar ik later naartoe moet. Yo, ik kan wel jou helpen, vriend. Kijk, hoppa. Hier, dan kan jij ook weer lekker naar de hemel. Ik denk dat ik nog verder terug moet. Oh ja, kijk, Dormanaton denkt dat iedereen hier is. Kijk, ik zie wel een bronzor Swadlumpty. Ik denk dat er iemand hierin zit. Oh ja, Vanillite zit erin, zegt Dormanaton. Ons ijsjes-Pokémon. Kijk, hoppakee, daar is nummer 1. Oké, Vanillite, ik ga de rest zoeken. Hier in die kamer links waar Slowpoke was, daar zat ook nog een ijsberg volgens mij. Ja, kijk, we horen wat. Maak dit ijs kapot. Ja, Smoochum. Hello. Smoochum is wel cute. En dan te bedenken dat dat een Jinx wordt. Nou ja, hè? Smoochum vragen wat er uit Dormanaton's hoofd groeit. Ja, dat is een Pikachu. Oh, hier is ook nog een Minyer. Wat is de flats? Zo, die helpen we ook weer. Oké, op zoek naar Mr. Mime en Burgmite. Ik denk dat Mr. Mime die spook was die hierachter zat. Weet je nog? Aan het begin van de video. Even deze kapot slaan. Ja, kijk. Oh, dat is Mr. Rime. Dit is niet Mr. Mime. Oh, wat is dit voor kamer trouwens? Hier is ook die andere Ursaring. Laten we die even kapot slaan. Yo, Ursaring zegt, waar ben ik en wat doe ik hier? Gelukkig ben je oké, jongen. Oké, Ursaring die is terug naar zijn vriendjes. Wat ze flots, hebben we ook weer opgelost. Loopt nog wel een Cleffa hierachter. Hoppa, alle Cleffa's ook weer gevonden. Ja, wel leuk, gewoon al die Pokémon die hier lekker zo rondlopen. Ik vind het echt lachen. Dit is wel Mr. Mime, maar de Galarian vorm. Hoe zag Mr. Rime er dan uit? Oh ja, dat was deze. Dan is het wel de goeie. Mr. Rime en Burgmite hebben samen die ijsmuur gemaakt, zodat ze hier veilig zijn. Oké, we hebben al onze mat is gevonden en nu gaan we terug naar Tim. Oh, nee. Er gaan allemaal dingen fout hier zo. Wat is Gordon aan het... Gordon aan het doen? Is het nou opeens... Dit is dicht. Potverdorie. De deur is dicht, ja. We moeten Tim en de rest vinden en om te vertellen wat er gebeurt. Zelfs Dormanaton kan die deur niet openmaken. Tim! Er zijn problemen. We moeten even met Gordon praten. Misschien heeft hij een oplossing voor die deur. Hetzelfde gebeurde toen hij hier beneden kwam. Toen ging die deur ook opeens dicht. Misschien is er wel een andere uitgang. We moeten even deze puzzels oplossen. Ja. Er zijn knoppen waar je op moet staan. Maar er was nog zo'n patroontje op de muur met een Clefairy in een andere kamer. Kijk, dat was deze. De Clefairy die staat ook weer ergens op. Maar ook daar heb ik nog geen beeld van gevonden. Nou, weer dezelfde voetstapjes. Oh, maar dit zijn de voetstapjes van een Pokémon. Bij de andere waren de voetstapjes van een mens. Dus ik denk dat een Pokémon en een mens tegelijkertijd vanaf een portaal dat patroontje moeten lopen. En dan gaat de deur open. Maar vanaf waar moeten we lopen? Dus dit zijn alle hints. Oh, dit zou ook nog wel kunnen. Dat je de beelden moet gaan duwen. Nee, toch nee. Zou dat het wel zijn? Dat is het goede antwoord. Oké. Ik twijfel wel een beetje of het echt beelden zijn of dat wij gewoon zelf moeten lopen eigenlijk. We zijn nu weer in de kamer met die hele grote ijsmuur. Wat is er met deze ijsmuur? Kan Dormanaton die muur niet gewoon kapot maken? Wacht even. De puzzels op de muren en een doolhof met een dood einde. Doodlopend einde. Hij snapt het! A bolt of brilliance! Kijk uit dat er geen ijspegel op je hoofd valt. Oh. Er is een mechanisme aan de andere kant van deze muur. Ja, en misschien wel onder jou. Dormanaton, maak even die muur kapot. Dormanaton wil eigenlijk niet en iedereen is hem aan het smeken. Maar hij wil eigenlijk die muur helemaal niet kapot maken. Maar hij gaat het toch doen. Ja,
Uiteindelijk vertrouwt hij ons toch ook omdat Pikachu tegen hem kan praten. Lekker, man. Lekker. Oké, top dit. Goed gedaan. En we gaan met z'n allen naar binnen. Wow, ik zie gewoon een boom. Het is gewoon groen hier zo. Hé, hey, en daar was het beeldje van de Clefairy. En daar is de deur waar we naar buiten kunnen, denk ik. Amazing. Amazing, ja, het is inderdaad een doolhof. Magnificent. Wat is dit? Oh, dit zijn allemaal rollen en zo met informatie en dingetjes. Zo te zien zijn hier nog niet vaak mensen geweest. Tim ziet ook weer een boompie. Oh, zit er een Pokémon in de boom? Ja hoor, Ice Cube. Ik vind het wel baas Pokémon. Ik vind Ice Cube echt super grappig. Wat ga je doen? Niet panieken. Niet bang. Oh, hij gaat op dat ding staan. Oh nee. Oh. Wat gebeurt er? Oh, oké. Tormenten zegt dat Ice Cubes echt super bang zijn van mensen. Veel banger dan de andere ijs-Pokémon. Daarom had hij zo'n grote ijsmuur gebouwd, dus zodat niemand deze kamer in kon komen. Oh, arme Ice Cube. Waar ben je? Ben je hier? Je hoeft niet bang te zijn. Ice Cube is hier in deze kamer gevallen, omdat er een gat zit hier bovenin. Oh, hij wilde ook ontsnappen van die mensen met die witte jassen. Ik ben heel benieuwd wie dat zijn. Oké, Rambo. Kan jij nog even wat dingetjes kapot maken hier? Ik heb geen idee hoe ik naar buiten kom, maar de Gordon die weet misschien wel wat. Maar ik denk dat in dat ijsblok dat beeld zit van een mens. Gordon vraagt of wij onze detective skills kunnen gebruiken om hier uit te komen. Oké. Nou, laat me horen dan. Based on what we've experienced so far, tot nu toe hebben we het volgende meegemaakt. En kunnen we vast wel deze deur openmaken. Kijk, je moet gewoon die grote ijsklomp moeten kapot maken. Oké, wat in deze kamer is de sleutel voor de puzzel? Nou ja, dat is de Clefairy, het Clefairy beeldje natuurlijk. Kijk, hij zegt dat ook. Die mural, dat zou de sleutel wel eens kunnen zijn om dit op te lossen. Kijk, en dan moet je gewoon... Die dingetjes moet je gewoon duwen in de juiste richting, die twee beelden. Oké. Kijk, zie je? Hij heeft het nu door. Hij ziet ook geen beeld van een mens. Nee, dat is die ijsschots, jongens. Waar is het beeld van de mens? Ja, dat is dat. Verstopt in het ijs. Lijkt me vrij duidelijk, toch? Kijk, zie je? Hij gaat het nu uitvinden, onze Tim. Samen met Gordon. Gordon die keek 2 dagen lang tegen die mural aan. Het menselijke beeld was op de tweede rij van de bovenkant aan de linkerkant. Precies waar de ijsschot staat. Daar! Hoppa! Ja, dat bedoel ik. Dat is best wel duidelijk, toch? Tormenten! Haal het ijs er vanaf! Niet te hard slaan, want dan sla je heel de bult kapot. Dat is ook weer niet de bedoeling. Alleen het ijs, hè? Rustig! Kijk, zie je? Daar is die! Yup! Lekker, oké. Dus, nu hebben we 2 beelden. Maar wat moeten we ermee doen? Ja, we moeten ze duwen. Precies naar de juiste plek. We moeten de statues bewegen. Let's go! Ik hoop dat jullie goed onthouden hebben hoe we ze moeten duwen. Want ik heb ze niet meer helemaal helder namelijk. En ik heb geen zin om terug te lopen. Let's go. Ja? Weet je het nog, Rachel? Oh, kijk, ja. Nou, helemaal, dit is helemaal leuk. Kijk, ze staan nu weer samen. Oh, maar er gebeurt nog niks. Kijk, ze zijn wel een soort van matties inderdaad. Ze houden elkaars hand vast, die Clefairy en dat mannetje. Wat moeten we doen? You see it too, don't you, Tim? Pikachu denkt dat we het zien. Create the missing hand. Oh, we moeten de hand creëren. Ja, dat denk ik. Ik denk niet dat berries de uitkomst zijn. Ja, of we moeten ze samen klikken. Ik denk dat we de hand moeten maken. Want in heel dit doolhof is het belangrijk dat mensen en Pokémon samen gewoon samen zijn en voor elkaar zorgen. Dus ik denk dat dat de bedoeling is. Kijk. Tim zegt het ook. We moeten iets maken waarbij we laten zien dat Pokémon en mensen samenwerken. Juist. Ze moeten elkaars hand vasthouden. Nou, gelukkig is heel veel ijs en sneeuw. Misschien kan Ice Cube helpen. Oh, ben jij kunstenaar toevallig? Weet jij hoe dit moet, Rachel? Oh, dat is ook wel slim.
Welke Pokémon move zouden we moeten gebruiken dan? Durma? Ja, Darmanitan! Ja, ik denk dat Ice Cube ons moet helpen. Oh, Slowpoke die kan natuurlijk ook helpen. Die kan water blazen. Oh! En dan kan Darmanitan het bevriezen. Ik denk dat Ice Cube moet helpen, zodat de twee beeldjes bevroren kunnen worden met elkaar. En dat ze op die manier elkaar weer vast hebben. Rachel zegt ook, wat? Ice Cube? Waarom Ice Cube? Ja, oké. Die is toch te grappig, jongens. Oké, Ice Cube, doe je ding. Let's go. Eens even kijken hoe hij dat doet, trouwens. Oh, gewoon een icy wind blazen bij de plek van het handje. Ja, dit moet werken. Dit is helemaal top. Hoppakee, en zo werken Pokémon en mensen weer samen om de uitgang te vinden. Ja, 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 lekker. Yes. Woehoe. Thank you, Tim. Nou, dit was wel weer een leuke missie, hoor. Hey. Ik zou wel even die rollen achter je meenemen, Gordon. Nou, dan gaan we naar buiten. Oh, of niet? Iemand is nog aan het praten achter onze rug om. Is dat Gordon? Dat is niet Gordon. Oh nee! Dit zijn die gasten in de witte jassen en deze kennen we nog. Met Krogunkies. Oh, is dat Chandler van Friends? Could that man be any bossier? dude. Wil jij gewoon eventjes lekker weer weggaan? Oké, ik ga het stoer doen. Oh, jij wil mijn Pikachu hebben? Ja, wat denk jij dat ik mijn Pikachu aan jou ga geven, vriend? Wat denk jij? Kijk met hoeveel wij zijn. Kom dan. Ja, precies. Ik zou inderdaad maar lekker wegrijden. Oh my gosh. De Manitou gaat hem achteraan. Pikachu. Oh, kijk, daar gaan ze samen. Let's go. Oké. Oh nee, ze hebben een Memo Swine. Dat is wel een probleempje. Kom op, de Manitou. Oh, die heeft ook weer zo'n ding op zijn hoofd. Zie je het? Ja, die wordt gecontroleerd door die gasten. Oh shit, Ice Cube komt helpen. Nee, kijk uit, Ice Cube. Kijk uit. Oh nee, jij kan het. Oh nee, dit vind ik vet zielig. Zijn hoofdje is kapot. Wow, yo! Hoppakee! Super zieke Pikachu. Super zieke Darmanitan! Kijk, als de Rudder te laag gaat in zijn AP, dan krijgt hij dus deze vorm. En dan wordt het een vuur-Pokémon. En daar heeft Memo Swine niks van. Hoppakee. Daar heeft hij niks op terug, jongen. Oh, nice. Daar is nu weer een deurtje open. Oh, daar staan ze ook dat beeld van Clefairy. Dat staat er aan de buitenkant. Op de muur daar zo. Professor! Yay! You're okay. De hulpje van de professor is ook weer helemaal happy de peppy. Ga je knuffelen? Nee. Zo'n band hebben ze nou ook weer net nog niet, denk ik. Het is nog een gepaste afstand van ongeveer 1,5 meter. Ik dacht eerst dat die mannen in de witte pakken Team Galactic waren of Team Plasma. Maar ik zag hun symbolen volgens mij niet. Het zou natuurlijk ook nog Team Cypher kunnen zijn. Die zijn wat minder bekend. Of gewoon een heel nieuw team. En dit is wat er later gebeurde. Wat is... Oh, kijk, daar gaat Mewtwo. Oh, die heeft de Aurora drop. Die heeft de steen volgens mij. Of niet? Nee. Die was toch niet zo groot? Was dat een steen? Oh nee, hij wordt... Dat is mijn vader. Oh my gosh, hij wordt ook allemaal gepakt door die gekke dingetjes. Die zendertjes en zo. Nee. Oh my god. Oh, hij gaat gewoon denk ik nu verliezen van al deze vijandige beedrills. Volgens mij was dat mijn pa. Oh no, Mewtwo. No. Oké, pas op. Ja, dit moet mijn pa wel zijn, denk ik. Ja, zie je? Dat is onze Harry. Papa! Oh, ze storten best wel hard neer, zo te zien. Dit gaat niet goed. Kom op, Mewtwo. Pak ze nog één keer aan. Oh! Daar is die guy weer in zijn witte pak. Oh, en daar is ook iemand in een donker pak. Oh, die beedrills gaan mij aanvallen. Kom op, Pikachu. Doe je donderschop. Let's go. Oh, what? Dit doet Mewtwo, hè? Dit doet Mewtwo gewoon nog even. Pikachu, doe donderschok. Kijk, lekker man. Hoppakee, doei beedrills. Later hè. Mazzel.
Ja, ze nemen wel mijn vader mee zo te zien. Oh, limo, ja hoor. Wait, come back! Een lafaard. Echte lafaard. Mewtwo wilde dus mijn vader redden. Dat is niet helemaal gelukt. We moeten die dingen wel even van Mewtwo afhalen. Kijk, kijk, kijk. Anders wordt Mewtwo straks ook evil. Kijk, lekker man. Lekker. Wat is er gebeurd? Waarom had je Harry? Ja, mensen zijn nu gelijk bang voor dit Pokémon. Iedereen wil gelijk boos zijn op Pokémon. This is not good. Wow. You need to get out of here. Wow. So it would seem. Do not worry about it. Mewtwo zegt, ik ga er inderdaad maar vandoor. Maak je geen zorgen over dat mens. Tim, does Pikachu actually know Mewtwo? Rachel vraagt, kent Pikachu Mewtwo? Ja, best wel inderdaad. Maar we moeten ons vooral afvragen waar nu mijn vader naartoe is meegenomen natuurlijk. We moeten maar met de politie gaan praten, zegt Tim. En dat gaan we doen in de volgende video. Ik hoop dat jullie Detective Pikachu nog steeds leuk vinden. Knal de duimpjes omhoog en vergeet natuurlijk niet te abonneren voor heel veel Nintendo video's. We hebben er al bijna 2000.